Doe jij even lief, Rijke? Wat ben je allemaal aan het doen? Dat is een vuilnisbak. Mijn vader die zou zeggen, dan moet je je hoofd eraf leggen, die leg je op bed. En dan zet je er een bloemkool erop. Dat zei hij vroeger altijd tegen ons, dat we nog kinderen waren. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag en oprecht een goede middag. Het is alweer 2:03. En ja, ik kom nog net uit mijn bed rollen, want het gaat eventjes niet helemaal in orde met mijn hoofd. Nee, en ik wil mijn haartjes zwartje en ik wil van de week naar de kapper. Dus ik doe er geen kleuring, niks erbij in. Ik was het en daar is mee af. Ze zijn momenteel alle drie binnen. Ik ga zo eventjes een frisse neus halen. Met Rijka. Ja, ze is wel oud geweest ook in de tuin. En Gandalf is er uit geweest en die is ook weer binnengekomen. Hij vindt het me niks aan. Nee, hij was rap weer terug. Hé! Moet die bank soms in de tuin gaan staan of zo? Komt er eentje aanrennen, hoeps, op de bank. En die bank die hoor je tegen de vensterbank aandreunen. Maar zo is het niet, hé. Ik zie ook dat ik wel mijn capuchon op mag hebben, want het begint te regenen. Nou ja, oké, maar moet toch kussen. Dus het komt allemaal wel goed. Maar ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. En ik hoop ja wat we doen gaan. Nou ja, ik ga hier weer eventjes de boel omspoelen en in elkaar zetten. En dat zijn de dierenbakjes, dat moet even schoongemaakt worden. Gandalf die heeft in de gang eten staan, maar die kwam rap weer toe, want hij wou niet. Nou ja, dan niet, terwijl er allerlei lekkere dingen in zitten. Maar hij dacht bij zichzelf, nee, de droger draait, dus ik ga daar niet heen. Maar ik zeg hem wel zo heen. Ja, want dan kan hij gewoon eventjes eten, op een rustige manier, zonder dat hij lastig wordt gevallen door een van de andere twee. Nou, en ook heb Ewen al medicatie gehad en eten gehad. En die moet straks als ik terug ook weer eten. Dus ja, ik heb wel wat gedaan terwijl ik net aan mijn bed kon rollen. Ja, maar zoals jullie weten, hebben we ook het stoeiuurtje op bed. Nou ja, dan moet je toch weer je bed voorheen, ja. Hé, maar dan... Doe jij even lief, Rijke? Wat ben je allemaal aan het doen? Een vervangingsbak. Hoi. Wat zie je? Hè? Hoor je wat zie je? Kijk, ik zie het zonnetje op de auto schijnen. Wow. Ja, we gaan nog lekkertjes aan de wandel en dan hoop ik. We gaan even naar de wandel en dan komt alles weer goed. Ja, even frisse neus. En als ik dan terugkom, neem ik lekker een bakje koffie. En ook eventjes wat in mijn maagje proppen. Gelijk dan opruimen hier. En dan naar boven toe mijn haartjes wassen. En dan kom ik alweer dus retour. Ze zeggen tot dan. Doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Dat had ik beloofd, hè. Ja, ik heb mijn haar weer lekker gewassen en gedaan. Dat, ja, dan moet het drogen, hè. Logisch. Maar Kat vandaag voor het eerst maar net even de kachel aangedaan. En dat toch op 4 oktober, Dierendag, gefeliciteerd met jullie diertjes nog. Ja, want het is zondag 4 oktober en het is nu inmiddels alweer 16:41, bijna 5 uur. Ja, meisje lief. Maar in ieder geval, ik heb nou net de kachel aangedaan, want ik heb het koud. Nou ja, en dat voor het eerst dit jaar de kachel aan. Althans, na de zomer. Dat was vorig jaar wel anders, want toen had ik het veel eerder aan. Maar het is nog gewoon steeds zo zacht geweest. En door die hitte die we hebben gehad, bleef de warmte ook lekker in huis hangen. Want ja, ik deed de deuren niet open, dan hou je het vast. Althans, je houdt de warmte van die hittegolf. Hield ik buiten omdat ik de deuren dicht hield. Ja, de zon die schijnt wel op je huis, dus je krijgt ook de warmte in je huis. En dan s'avonds ging de deuren pas open. En de ramen. Daarom
was het toen ook Rijka kwijt. Die was toen door het raam heen naar buiten gesprongen. Ja, daarvoor was ik deze jonge dame kwijt. Ja, die was ook door het raam heen gegaan. Maar ja, dan denk je van ze kon er net niet door, maar ze kon er net wel door. Ze was even wat zwaller dan het kandelen was. Hé, ja. Meisje lief. Maar oké, en ik moet nog, ik ben met een plaatje bezig voor een vriendin van mij. Ik beloof. En ik moet nog een vlog nog in elkaar zien te zetten. Ik moet nog even bellen, want het is er vandaag eentje jarig. Maar ja, het is zondag en de familie gaat voor, vind ik. En vooral in deze tijd. Kijk, had je nou dat achterlijke gedoe van Rutte niet gehad, dan had ik erheen geweest, weet je. Maar nee, ik doe dat wel wanneer het wat rustiger is en geen andere visite. Want ik neem Rijka weer mee, logischerwijs. Zij houdt niet zoveel van honden, maar die man en die, daar gaat het om, die is jarig, dus ik neem er gewoon gezellig mee, ja. En dan kan ik ook gelijk even wat voor haar kopen, want zij is ook jarig geweest. Dat was dat ik toen die spullen naar ze toe bracht en dat ik Rijka ook mee had. Ja, en toen zat de schoonmoeder er ook, nou die moet niks van honden hebben, dus toen moest ik een kort houden, moest ik mijn gebak afslaan omdat ik een ramen had. Nou ja, dat is niet te doen, nee. En ik hoef ook geen gebak steeds, weet je, nee. Dat er mensen zijn in het algemeen die hun vol eten met van alles en nog wat, terwijl ze al gezet zijn, is niks voor mij. Denk om je figuur, blijf gezond, eet gezond. Ik eet ook niet altijd en eeuwig gezond, maar ja, je moet ook eens een keer iets lekkers kunnen eten. Maar om nou altijd gelijk iets lekkers te eten bij een ander, om gebak uit te accepteren, nee, dat ben ik, nee. Geef mijn gebakje maar aan een ander die het nodig heeft. Ja hoor, ik heb dat 1, 2, 3 niet nodig. En ik, zoals ik, eet mijn patat uit de oven, dus dat is ook al niet vet. Dus dat is ook gezonder dan de mensen die het uit vet doen. Nou, hun doen het uit vet, hun frituren dat nog. Nee, ik moet ook niet meer. Ik vind het zo ongelooflijk vies geworden. Nee, ik hou daar niet meer van. En dus, maar ja, ik ga lekker weer met het plaatje verder. Ik heb haar al ingelijst, want ze gaf me een zwart-witte foto. En ze hadden een foto dat ze achter het stuur zit, maar dan zie je die gordel zo lelijk ervoor lopen. En dat, ik ga dat toch eens proberen om dat ook weg te halen. Maar die zwart-witte foto, dat is gewoon tot hier met een topje. En nou, dat heb ik al ingelijst. Dus ja, dat komt allemaal wel goed. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet ze. Ga ik ook verder doen. Ben nou niet opgemaakt. Geen zin in. Ik denk, kom ik morgen wel weer. Niet omdat ik ziek ben of wat dan ook. Nee, want ik ben niet ziek. Ja, mijn hoofd. Maar ja, mijn vader die zou zeggen, dan moet je je hoofd eraf leggen. Die legt je op bed. En dan zet je er een bloemkool erop. Dat zei hij vroeger altijd tegen ons, dat we nog kinderen waren. Nou, dan ben je ongelooflijk dom als je dat denkt. Dat kan natuurlijk. Maar wij waren nog kinderen, dus we stonden verbaasd naar hem te kijken van, voel jij je dan wel lekker in je bovenkamer hier? Ja, maar oké, hij is al jaren en jaren in de hemel en ik mis hem ook zo erg. Zijn grappen en zijn grollen. Hij stond altijd klaar met een dolletje. Ja, echt een magnifieke man was dat. Hij was zo lief, ja, echt. Ik had hem ook heel lang haar. Iedere vrijdag, meende ik dat het was, moest ik dan voor hem gaan zitten op de grond tussen zijn benen. En dan kon hij wel, ik weet niet hoe lang, mijn haar gaan borsten en kammen. Alle klitten haalde hij eruit. Als hij dan klaar was, wat deed hij? Maakte hij het weer door de war. Nou, mijn moeder is ook boos, waarom doe je dat nou? Waarom maak je het nou weer door de war? Nou, kan ik er weer kammen. Vind ik leuk. Nou ja, hij vond het gewoon leuk en fijn om dat te kunnen en mogen doen bij mij toen ik nog lang haar had. Ja, later toen is het eraf gegaan, want dat moest ook van de arts. Want ik liep toen al heel veel met hoofdpijn en te huilen en te doen door de hoofdpijn. En toen zei de arts ook, ga eens met haar naar de kapper toe en laat het kort wieken. Nou. Mijn moeder die zegt halverwege de rug. Ik had het nog vele maanden langer dan halverwege mijn rug. Kon er op zitten.
Dus de helft eraf. Maar ik blijf peeuwen en doe weer naar de arts. Nou, dan zegt hij, dit is niet kort, ik zet nog lang haar. Kort, gewoon een leuk meisjesmodelletje met een kort. Nou, toen zijn we weer naar de kapper gegaan, maar toen hebben ze bewust, waarschijnlijk, ik weet niet zeker, mijn moeder aan de andere kant van de muur gezet en mij aan die kant. En toen werd er heel prachtig tegen mij gesproken en toen zei ik dat ik het kort wou hebben. En toen hebben ze mij alles eraf geknipt, ze hebben het opgeknipt, ze hebben er een leuk meisjesmodelletje van gemaakt. Geen jongensmodel, gewoon een leuk meisjesmodel. Ik was helemaal blij en ik begon opknappen heen te gaan. Enkel ja, ik behield de migraine. Dat behoud behield ik, daar ben ik mee geboren ook. En de overgang die kwam, omdat ik oud genoeg was, kreeg de overgang. Nu heb ik af en toe nog eens migraine. Maar mijn hoofdpijn, dat is weer teruggekomen, dagelijks. Op 1 juni 2010, toen ik kreeg te horen van mijn lieve mannetje dat mijn moeder was overleden. En toen heb ik eerst Karin getroffen, die zat te huilen. En ik bleef op dat moment kalm. Toen ben ik weer gaan zitten. Ja, en toen raakte ik overtuigd. En toen begon ik heel erg te huilen en te doen. En daardoor kreeg ik hoofdpijn. En die hoofdpijn is nooit meer weggegaan. Dat heet dus, volgens de huisarts, chronische hoofdpijn, omdat je het dagelijks hebt. En de ene keer kan ik ermee dealen en de andere keer kan ik er niet mee dealen. Ja, dat is op en neer, de ene dag of de andere dag, daar kan ik dus niks aan doen. Maar ja, we gaan gewoon door met ons leven, hè? En we zien het wel hoor. Ja, niks aan te doen. Hé, Rijka, wat doen we allemaal? Kiekeboe, Rijka, nee, geef me, Rijka, hallo, nee hoor, hè, en dan krijg ik het schoot, en dan zal de prinses Eowyn, hè, ja, meisje. Ja, maar ze moeten toch zo meteen af, want ze ligt zo raar en zo brik. En ik moet mijn hand onderhouden, want dan zakt ze tussen mijn benen door. Maar ik wil mijn dekentje er weer even om me heen ook. Maar dat komt allemaal goed. Ik moet toch mijn koffie, die kan nog wel brengen. En ik heb wat lekkers even. De diertjes zijn ook allemaal al verwend. Ja, nou ja, zij wordt momenteel iedere dag verwend, Eowyn. Met dat kipfilet. Ja, dus... is een, wat merk ze er eigenlijk van? Maar ik bedoel, ik zou ze niet slaan of wat dan ook. Ik bedoel, Rijka heeft er net een bak vol eten op van Kandalf, die hij had laten staan nog, omdat hij waarschijnlijk geen honger had. Maar ze had ook een vlees gehad, omdat het eigen vlees nog bevroren is. Kon ik dat niet geven. Maar er was nog een stuk vlees, dat was eigenlijk ook nog wel bevroren. Maar dat was een stuk van gehakt. Ja, een bolletje gehakt. Dan lekker gegeven. Ik denk, voilà. En dat heeft ze lekker opgegeten. Dat was ook vrij. Maar dit moet ik echt delen in partjes. Dus dat ga ik echt niet helemaal geven. Dat doe ik niet. En dit was maar een klein balletje. Ik denk, dat heeft ze toch wat, ja. Maar daar heeft ze heerlijk van gesmuld. Maar jij zit ook een bakje van kandel leeggegeten. Nou ja, ga ik er nou echt niet voor trappen met dieren dat. Nee hoor. Krijgt straffen, ik sla er ook niet, ja, een tik op de neus. Net zoals wanneer je bij een kind een tik op de vingers geeft voor een opvoedende tik. Dat doe je bij een dier ook, geef je een tik op de neus, met je wijzingen, tik. Zo, niet met je hele hand en ook niet met een voorwerp. Er zijn mensen die het met een voorwerp doen. Er is er eentje in mijn huis geweest met een hondje. Die deed dat ook, die vertelde mij dat. Dan moet je een krant of een pakje zetten. Nou, hallo! Gaat je hoofd? Kennelijk wel. Nee, dat doe ik dus niet. Echt niet? Nee hoor, mijn diertjes worden niet daarmee geslagen. Nee, want je slaat het er wel in en er niet uit. Hé? Voor de dikke doosie.
Maar oké, lieve vrienden, ik ga weer verder aan het werken daar. Daar heb ik het al in elkaar gezet. Morgen vind ik dat wel, want dan wacht ik tot dat, niet Sandra, niet Wilma, Astrid, mijn nieuwe huishoudelijke zorg, dat die er weer is en die drinkt dan ook koffie. En als die dan de hort weer op is, dan ga ik de vaatwasser doen. Dan heb ik ook nog weer voor vanavond een bord, weet je, en het komt allemaal goed. Oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie namiddag. Dat ga ik ook doen. En tot straks maar weer. Ja, toch? Trouwens, we kregen hier het zonnetje er ook nog even doorheen en een blauwe lucht. Maar daar komen we weer bewolking op zetten van OC. Dus ja, het komt allemaal goed. Wat eruit komt, we zien het wel. Ik zou zeggen, tot later.